dit gaat een tweede take worden, of een derde take van Christ unser Herr zum Jordan kan. Het is eigenlijk geen orgelmuziek. Het is meer een stuk voor een cantate, voor een koor en voor een ensemble. En dat ensemble dat bestaat uit twee solo-instrumenten. Twee violen of twee hobo's of misschien twee fluiten. Ik heb hier op dit orgel een hele mooie open fluit. Die is helemaal van hout. Dat is een viervoet, dus dan speel ik een octaaf lager. Ik speel de eerste paar maten. Misschien is iets opgevallen. Er is één toon die het niet doet. Ja, na enige aandrang, maar dat is veel te laat. Dus een toon die te laat komt, dat is ook foute boel. Maar in de muziek zit zoveel samenhang dat je die toon als het ware als luisteraar aanvult. Hij klinkt niet, maar hij moet er zijn. Hij schittert door afwezigheid. Maar goed, dit was de solo en hij is niet al te sterk. Ik doe de tremulant erbij om het een echte dwarsfluit te laten lijken. En dan hebben we ook nog de bas. Ik heb vorige keer heb ik alleen de salicionaal gebruikt voor de hele boel. Hier doen alle toetsen, dat is natuurlijk een meevaller. Ik heb de bas natuurlijk niet met een 16 voet gespeeld. Af en toe dan pak ik de bas gewoon een octaaf lager. Hè? Dus misschien heb je dat gehoord. Maar nu heb ik voor de bas een heel manuaal vrij. Ik doe een 16 voet erbij, de 16 voet bourdon. En voor de helderheid doe ik de fluit Deutsche. Dat is een gedekt orgelregister. In tegenstelling tot de open fluit, die is open en die is van hout. Deze is van metaal, maar dat verschil hoor je echt niet zo. Ik speel even een stukje bas. Dat is dit. Staat. Want nu heb ik 16 voet. Even met beide handen.